Hup, goed. Fantastisch. Nou, dat gaat helemaal goed. Kom maar. Twee handen even in het begin, is het makkelijkste. En dan gaat hij daar. Gewoon proberen. Ga maar staan. Ja, nog een keer. Uit, wacht. Mooi. En nou aan de andere kant van je lichaam. Dat heet de bekken. En de voorhand. Super. Ja. Goed. Juist. Jaarlijks hebben wij een open dag. Dat is ongeveer de start ook van het nieuwe seizoen. Normaal gesproken zou morgen ook een openingstoernooi volgen. Maar dat hebben we vanwege de weersomstandigheden moeten afgelasten. Maar zo'n open dag is de gelegenheid ook voor mensen die denken te willen gaan tennissen. Vooral jeugd die het wel eens wil proberen. Ouders die hier vanochtend ook met hun kinderen kwamen om het te proberen. En daar hebben wij succes mee gegeven. Heeft dat nieuwe leden opgeleverd? Dat heeft absoluut nieuwe leden opgeleverd. Ik denk dat we nu even, alleen van vandaag, zeker 15 nieuwe leden erbij hebben gekregen. Wat zijn jullie plannen voor het komende seizoen? Heel ambitieus. Dat geldt uiteraard voor de 41 competitieteams die wij in de competitiestrijd gooien. Daar komen vast weer hele mooie resultaten uit. Competitie is niet het enige belangrijke wat we nastreven, maar we willen gewoon veel bieden. Nou, ik train eigenlijk alle doelgroepen. Dat kunnen kinderen zijn van 4 jaar oud, hè, die net met een balletje kunnen gooien of met een ballon kunnen overtikken. Dat noemen we fase blauw, dat zijn de allerkleinste. En ik heb ook iemand in de les en die is 86. En dat noemen wij de old stars trainers. En dat is ook een ontzettend leuk project. En dat maakt het vak ook zo leuk, dat je met alle doelgroepen, kinderen, volwassenen, jongeren, hele ouderen, in aanraking komt. Ja. Is een open dag zoals vandaag iets bijzonders voor jou? Het is, het is in die zin bijzonder. Het is gewoon weer heerlijk nadat je de hele jaar weer of half jaar in de hal hebt gestaan. Om dan weer eens een keertje lekker buiten te zijn. En het gevoel te hebben vandaag ook. Het bestuur is hier aanwezig. De groundsman was van de week druk om die banen weer goed te krijgen. We zitten er weer het weer-appje. Staat weer elke dag aan. Wat gaat het weer doen? Dat wordt dan ook weer zo'n belangrijk item. En het is heerlijk weer die buitenlucht, het gravel. Het is een soort koeien die weer in de wei gaan, zeg maar. Zo voelen wij ons als trainers ook meestal van, we mogen weer.